Ik wil graag naar voren roepen mevrouw M.P. Maria Petersengers Jansen en echtgenoot de heer W. Petersengers, de heer Wiel Petersengers. Ja, ik vind het heel eervol om u beiden te mogen toespreken. En het is ook een enorme lijst. Ik heb het wat moeten inkorten. Maar ik heb geprobeerd de essentie tot z'n recht te laten komen. Waarom u volkomen terecht ook in het zonnetje wordt gezet vandaag. En wat is mooier om dat in midden laten doen, hè? Want ja, we wisselen ieder jaar. Maar we hebben u gewoon opgespaard. Ja. Goed, ik heb ervoor gekozen om u beiden hierheen te roepen, omdat er zit ook wel een verwevenheid in. U bent beide lid van Schuttersvereniging Gilde Sint-Sebastianus. Daar hebben we elkaar ook regelmatig gezien. Ik weet ook nog goed, met een familiebezoek was u er ook bij. Dat instrueerde daar hoe er geschoten moest worden. Ze hebben het in de familie er nog steeds over. En vanuit het Gilde wordt over u beiden geschreven, ik citeer: niets is voor deze personen te veel en nooit wordt er tevergeefs een beroep op deze mensen gedaan. Ze staan bij wijze van spreken dag en nacht klaar voor de schutterij. Prachtige woorden. De KBO-afdeling Middelaar laat zich uit in dezelfde bewoordingen. En u zet zich beide al jaren in voor de senioren in Middelaar. Even in de korte overzicht en hoofdlijnen van uw activiteiten en dan begin ik met u mevrouw Petersengers. U bent bestuurslid en voorzitter van de KBO geweest in tijden dat het allemaal niet zo goed liep. En u wordt omschreven als een echte kaarttrekster die de KBO toen uit het slop heeft weten te halen. Nou, dat zijn hele mooie woorden om te mogen zeggen. Ook bent u al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. U ondersteunt bij diverse activiteiten, bijvoorbeeld bij wandeltochten, sporttoernooien, die vierdaagse en wielerwedstrijden. Tot nu toe klopt het allemaal. Dat is mooi, mooi, mooi. En u, mevrouw Petersengers van Stevens, de eerste koningin bij het Gilde. Dat is natuurlijk toch ook wel een hele mooie titel. De eerste koningin, die titel raak je nooit meer kwijt natuurlijk. Hè? Nee. En u bent daar als vrijwilliger ook inzetbaar bij allerlei voorkomende werkzaamheden. Bij de Algemene Hulpdienst Middelaar Mook Molenhoek bent u ook vrijwilligster. En u bezoekt zieken en ouderen in de gemeente en zorgt voor het vervoer van zieken en van mensen die moeilijk te been zijn. U hoort het, een scala aan activiteiten. U bent tevens actief lid bij de kerk hier in Middelaar. Lid van de liturgiegroep, van de avondwakengroep. U bent lector tijdens kerkdiensten en kostbaar nodig. Doet u dat allemaal in die week? Ja. Ja, volgens mij, u kunt bijna niet beschikken over dezelfde klok als die ik heb, als ik het zo naga. Ook bent u jarenlang actief geweest in het bestuur van de korfbalclub Astrantia en jarenlang collectant voor meerdere goede doelen. En tenslotte bent u ook nog vrijwilliger bij het project Duofiets van de gemeente. En dat zal onze beide vrouwelijke wethouders ook deugd doen. Ook even een kort overzicht van de vele activiteiten van u, meneer Petersengers. U bent vrijwilliger bij de KBO, actief bij veel activiteiten. Dat geldt ook voor allerlei activiteiten bij de schutterij, waar u ook jarenlang bestuurslid bent geweest. En ook bent u daar actief bij de klusploeg voor het gebouw en het terrein van de schutterij. En dat is ook een hele verantwoordelijkheid, want jullie hebben een eigen gebouw, eigen terrein. En dat doen jullie ook volgens mij ook allemaal zelf. En dat vind ik een enorme prestatie. U bent actief bij de kerk in Middelaar, onder andere als koster. En als lid van de kerkhofploeg. Ook dat weer zo'n belangrijke vrijwilligerstaak. En verder bent u medeleider van het wekelijks koersbalgebeuren. Dat vindt hier plaats. Ik kwam laatst ook hier even kijken om te kijken van ter voorbereiding van dit. En toen hadden ze net pauze daar. Dus ik hoefde gelukkig niet mee te doen. Anders wordt dan meteen gevraagd. Trek je sportkleren aan en mee koersballen. Verder bent u ook vrijwilliger bij het project Duofiets. Tevens bent u nog actief in het verenigingsleven. U zingt in het gemeenkoor Allegria
en ben ook al lang lid van Carnavalsvereniging Krulstaarten. Kortom, ja, als je dit toch allemaal hoort, als je dat samenvat, uit alles blijkt overduidelijk dat jullie ongelooflijk actief zijn binnen onze samenleving, bijzonder binnen Middelaar. En ik heb begrepen, als ik zo op die lijst keek, en daar word ik naar gevraagd, hoeveel uren schat u in? Ik denk dat het wat een lage kant is, maar u bent denk ik zelfs meer dan 20 uur per week in taal als vrijwilliger. Dat geven we aan. Meer, dan kijk eens aan. Gezamenlijk draagt u dus een heel goed hart ook toe aan onze Middelaarse samenleving. En de aanbevelingen van de Gilde en KBO wil ik nog even mee eindigen. Want de aanbeveling eindigen zijn met de woorden: als er ooit een echtpaar is dat in aanmerking komt voor een gemeentelijke onderscheiding, dan zijn het wel deze twee mensen. U begrijpt dat het college had geen keus. Geen enkele keus. Dus we gaan u echt onderscheiden, in het zonnetje zetten. En dat is dik verdiend. Van harte gefeliciteerd. Ik ga nu die onderscheiding u opspelden. Want ze zaten bij een nieuwjaarsborrel bij de familie. Dus dat is de reden dat u nu in staat. Ja, dankjewel.